Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Waarin ik het, zoals je kan zien in de titel, het wil hebben of even wil kijken hoe dat het zit met soulmate-relaties op dit moment. Omdat er zoveel gaande is in de energieën, werd ik geleid om daar eens op te focussen. Want dat is immers mijn taak, mijn missie om inzichten te brengen via mijn gaven, wat dat eigenlijk channel is, boodschappen, mijn helderhorendheid. En de eerste boodschap dat ik al krijg is Four of Flames. Dus eigenlijk gaan we de goede richting uit wanneer het gaat over deze soulmate-relaties. En de andere kant is Nine of Challenges. Dus ook hier staat vervulling van jezelf eigenlijk als centraal, de rode draad doorheen je relatie. En dat is eigenlijk hetzelfde wanneer dat het gaat over tweelingvlamconnecties, connecties met je tweelingziel, wat dan ook. Het gaat altijd in eerste instantie over jezelf. Terwijl ik de kaarten schud, wil ik nog laten weten voor degenen die nieuw zijn, want er zijn een aantal nieuwe abonnees bijgekomen. En als ze de video's nog niet gezien hebben, ik ben dus Lindsay. Ik werk als, om het op een 3D-manier te zeggen, als transformatiecoach, waarbij dat ik met mensen die één op één met mij samenwerken, en ook in de trajecten, in de groepstrajecten, en via de online trainingen die ik geschreven en gecreëerd heb samen met mijn spiritteam, met als doel om eigenlijk jou je kracht terug te geven, je verantwoordelijkheid terug te geven, jou te versterken, zodanig dat je weer de liefde van je leven kan aantrekken, maar niet alleen de liefde van je leven, dat jij dat jij de liefde van je leven wordt. Dat je weer het licht aan het eind van die tunnel ziet. Dat je weer die levensvreugde ontdekt in je leven. Dat je weer weet waarom dat je 's ochtends moet opstaan. Dat je weet waarom dat je de dingen doet die je doet. En de reden daarvoor is, waarom moeten we doorheen al die moeilijke, lastige momenten gaan? Wel, dat is omdat we eigenlijk al de dingen waar we geconditioneerd zijn, dat we zodanig veel keer hebben gehoord dat we het gewoon als waarheid hebben overgenomen en aangenomen, dat gaan we meer en meer gaan uitzuiveren. Om echt de meester te worden over ons leven, om het leven te kunnen vormgeven zoals dat wij het willen. En dus als je dat wilt, kijk opnieuw weer deze. Het is echt geen toeval dat die voortdurend blijft uitkomen. Als jij jouw leven wil gaan vieren, als jij dat huwelijk wil aantrekken, die ideale relatie, die ideale job, overvloed, welvaart, meer vrijheid, innerlijke rust, wat dat ook maar is, hij wilt aantrekken, wel, dan zit je hier alvast op het goede kanaal. En als je wil op de hoogte blijven, zou ik zeggen, ik zou het fijn vinden als je abonneert op mijn kanaal, want dan gaan we nog meer mensen bereiken en bovendien blijf jij dan ook op de hoogte, krijg je notificaties. Je kan die ook uitzetten als je dat wilt. Als je het lastig vindt, als je die keer een melding krijgt. Maar dus je kan het aanzetten en zo kan je dan zien wanneer dat er een nieuwe video opgeladen is. Mijn video's gaan over bewustwording, gaan over relaties, gaan over het leren controleren en leren meester worden van onze mind en onze emoties. Want daar zit onze ware kracht. En op die manier leer je dan natuurlijk sowieso automatisch hoe dat jij jouw droomleven kan gaan manifesteren. Je kan nog uren erover doorgaan, maar dat gaan we niet doen. We gaan eens kijken van wat de boodschap is die onmiddellijk naar buiten wil komen. Transitie, yes. Wat is de boodschap dat we nog moeten meegeven? Aan de mensen die naar deze video kijken. Oké, dank u, dank u. Dan zien we Three of Challenges. Dus wat zien we wanneer dat jij en jouw partner elk voor jullie zelf dat geluk kan creëren in jezelf, dan ga je automatisch eigenlijk ook een gelukkige relatie gaan creëren, gaan manifesteren. En dat kan je gaan doen door het op jouw manier te gaan doen. Kijk, hier, Strength Card is de kaart van eenheid, is de kaart van een samenkomen. En we krijgen aan de onderkant. En wat houdt dat er nu nog tegen? Jouw gedachten, de overtuigingen, de manier waarop dat we denken dat de relaties moeten gaan. En dat is hetgeen dat we allemaal samen, zeker ook als met tweelingvlammen,
aan het vormgeven zijn. Namelijk hoe de relaties dan wel mogen verlopen en moeten verlopen. Moeten, nee, mogen verlopen. Hoe de relaties vanuit dat nieuwe hogere bewustzijn eigenlijk verloopt. Ik ga zien om dat hier een beetje op te schuiven, zodat we meer plaats hebben. Voilà. Yes. Dus wat zien we hier? Relaties. En dan niet specifiek alleen maar jouw relatie, maar relatie in het algemeen, ook tussen soulmates, ook bij tweelingvlammen, die gaan doorheen een hele belangrijke transitie, een noodzakelijke transitie. En de reden hiervoor is dat eigenlijk alle templates dat we hebben, dat we geleerd hebben over hoe dat relaties zou moeten verlopen, wanneer dat betekent dat iemand toegewijd is in een relatie, wat dat betekent wanneer dat iemand van je houdt of wat dan ook, al die dingen mogen en moeten veranderen. En daarom worden we gevraagd om eigenlijk eerst onszelf te gaan liefhebben, onszelf te gaan vervullen, ons eigen droomleven te gaan creëren. Want dat gaat dan automatisch nog meer impact hebben op de manier waarop we relaties staan, wat dat heel logisch is. En dat gaat van jou dan die ware meester worden op elk vlak van je leven. En ik weet, dat is hier de crystals. En de crystals hebben te maken met fysieke. Maar waarom komt deze kaart hierboven? Omdat je dan meester wordt over de manier waarop je relaties zich in jouw leven vormgeven. Over de manier waarop waar je nu tegen dingen aanloopt in je relaties. Want relaties zijn allemaal spiegels, zijn allemaal manieren waarop we meer leren over onszelf. Over de schaduwen in onszelf. Waar dat we leren en meester worden over onze emoties. En dat we, zoals hij die dame hier ziet, ze gaat in het water staan met de waterval ook achter zich. En ze heeft haar eigen cup die volledig gevuld is. En er loopt zelfs eigenlijk dingen over haar beker. Dus eigenlijk is haar beker overvol. En dat is een teken van welvaart, een teken van overvloed. Ook die waterval, ook dat groene. Maar ze is er niet bang bij. Ze is er eigenlijk heel zelfverzekerd in. En dat is net hetgeen wat we moeten leren om uiteindelijk een meester te worden over onze fysieke wereld. Leren een meester worden over je emoties. Emoties op een goede manier leren gaan begrijpen. Op een goede manier in je relatie gaan neerzetten. En dat vraagt natuurlijk om een heleboel dingen die te maken hebben met overtuigingen, zoals ik net gezien heb, over ideeën, templates, om die allemaal in allemaal te gaan veranderen. Ga eventjes focussen op de kaarten nu, want anders floepen, zoals je kon zien, er veel te veel uit tegelijkertijd. En dat is niet de bedoeling. Wat is de extra boodschap dat we nog kunnen meegeven aan mensen in de soulmate-relatie? Wat moeten ze horen? Mogen ze horen op dit moment? Dank u wel. Wat krijgen we? We krijgen de devil met trapped. En hier ook het teken van ram. En dat laat me denken aan wat er deze week ook geweest is. De speciale conjunctie tussen Mars, de planeet Chiron, die te maken heeft met schaduwkanten. En het ram, teken ram. En dat zorgde ervoor dat we een stukje ons echt verloren gevoeld hebben. Waar dat angsten echt volledig naar boven gekomen zijn en nog aan het komen zijn bij velen. Want dat dergelijke maand staan hem toch een paar dagen vooraf en nadien hun invloed. Maar dat heeft ook allemaal zijn doel. Dat heeft zijn doel om nog meer in die queen-energie, in die koningin-energie, in die koning-energie, in die meesterschap-energie te gaan stappen. En dat maakt dus doorheen, terwijl hij doorheen die transitie gaat, dan ga je ook codes ontvangen, ga je synchroniciteiten zien, ga je dingen die toeval lijken, maar dat is natuurlijk geen toeval, want het valt je toe. Dat is het universum die jou de puzzelstukjes één voor één aanreikt, zodanig dat je de weg vooruit weet. En dat brengt jou bij Activate 1, het nummer 1, een nieuw begin. Nieuw begin, verdere ontwakening en verlichting van jouw pad, de manier waarop je relatie staat, de manier van wat dat je mag vormgeven, op welke manier. Misschien dat je tot de vaststelling komt dat de relatie waar je in zit zijn les gehad heeft en dat je eigenlijk elkaar mag vanuit licht en liefde mag loslaten. Omdat je weet dat je dan ruimte maakt om het nieuwe binnen te laten komen. Ja, soms toon ik kaarten zonder dan de uitleg over te geven. Omdat ze eigenlijk op dat moment ook een stukje bevestiging zijn van hetgeen dat we aan het verder uitleggen zijn en aan het doen zijn. Dus de eerste kaart is de Higher View.
Nog twee kaarten, alsjeblieft. Nog twee kaarten als boodschap. Ja. Even de energie weer goed zetten. En wat zien we? Great Big Love. Wanneer je ruimte maakt en dingen loslaat, dan maak je ook ruimte om een grotere liefde, een diepere liefde, een meer onvoorwaardelijke liefde op je pad te laten komen. Maar dat vraagt natuurlijk om alles vanuit een hoger view, vanuit een zielsaspect te gaan bekijken, vanuit licht en liefde, vanuit wat het betekent voor je ziel om in die ene bepaalde relatie wel of nog niet te zijn. En of dat je de lessen leert in die relatie is natuurlijk jouw keuze. En het is natuurlijk jouw keuze om je vrije wil te gaan gebruiken. Om het vanuit je ego dingen in je leven te gaan vorm te geven. Of vanuit afstemming met je ziel. En wat krijgen we? Het is ook jouw keuze om te bepalen wat de manier is waarop dat jij jezelf neerzet. Waarop dat jij jezelf toont. Waarop dat jij jezelf manifesteert in dit leven. Want dat is eigenlijk de reden waarom dat we in het fysiek lichaam rondlopen. Omdat onze ziel anders heel belangrijke lessen niet kan leren wanneer dat we in die energetische vorm zouden blijven. Wanneer dat we zouden blijven verbonden zijn met eenheid, dan is het heel moeilijk om lessen te leren over die te maken hebben verbonden zijn met dualiteit. Je kan geen onvoorwaardelijke liefde ervaren wanneer dat je niet gevoeld hebt wat dat betekent om afgescheiden te zijn. Of wanneer dat je weet wat dat voorwaardelijke liefde is. Wat is het verschil? Wat is het verschil in diepgang? Wat is het verschil in het ervaren? In het ontvangen ervan? En dat zijn allemaal dingen die dan meer en meer gaan doorstralen. Je ziel die veel meer gaat gaan doorstralen. En die jou de revelations, hoe zeg je dat in het Nederlands? De ontdekkingen, de aha-momenten zal brengen dat je nodig hebt om uiteindelijk dan die meester van je fysieke wereld te worden. Ik merk dat ik deze kaarten echt maar stukje per stukje kreeg. Op het moment dat ik gewoon alles gezegd heb wat dat met de vorige kaart te maken heeft. Dus ik heb geen idee waarom, maar blijkbaar is het wel belangrijk om het op die manier te geven. Oké, de reden waarom is omdat het anders een ander verhaal zou worden. Oké. Dus dan doen we hopen dat we toegeleid worden. Oké, dankjewel. En quieting the mind. Oké, ja, snap je het? Kijk, de reden waarom ik nu de kaart één voor één gekregen heb, want wanneer je dat allemaal in één keer gaat gaan bekijken, dan ga je het veel meer als één geheel gaan vertellen. En het was belangrijk om de stukken echt afzonderlijk te vertellen. Want het is belangrijk om te aanvaarden de dingen die zijn. Want vanuit waar je nu bent, vanuit het aanvaarden dat je bent waar je bent en dat dat is waar je ook moet zijn, dan gaat jou ook dat de weg vooruit tonen. Ga je de nudges, de symbolen, de synchroniciteiten, de codes krijgen van het universum om jou af te stemmen en uit te lenen met die royale, met die overvloedige, welvaardige versie van jezelf, met die hogere versie van jezelf. Maar dat vraagt dus om doorheen die transitie te gaan en dat vraagt nog meer om je mind, dus eigenlijk al de overtuigingen, hetgeen dat we hier daarnet gezien hadden, die jou nog tegenhoudt, om eigenlijk dat allemaal af te blokken, om dat jouzelf, jou niet verder te laten op een negatieve manier gaan beïnvloeden. En dan eens kijken welke energieën, met welke universele vlammen ik kan samenwerken. Ja, met allemaal natuurlijk, inderdaad. Ja. Maar welke is er specifiek of op dit moment het meeste van toepassing voor de mensen die naar deze video kijken? Oké, ik hoor dat we er twee nodig hadden. Dus. En de eerste was fate. Dus terwijl dat je doorheen deze transitie gaat, is het belangrijk om geloof te houden. Geloof te houden in het positieve dat de verandering met zich meebrengt. Om geloof te houden in het feit dat je inderdaad in staat bent om die overvloedige zelf te houden. En dat zie je ook hier.
Dus het gaat echt over overvloed. Het gaat echt over dat jij het waard bent om die grotere, diepere liefde ook te ervaren. En dus als dat betekent dat je mag wegstappen van de relatie waar je nu in zit, dan ga je merken dat het universum jou daar ook gaat ondersteunen. Maar het is aan jou om eerst naar binnen te gaan, daar te gaan luisteren en te gaan voelen wat je ziet. Kijk, je ziet hier ook die spiraal. Daar die verbinding te maken met je hogere zelf, met jouw team. En van daaruit, vanuit vertrouwen, vanuit licht en liefde, dan je partner eventueel los te laten. Als dat het is waaruit toe geleid wordt. Wanneer je keuzes maakt vanuit angst, vanuit tekort, vanuit onzekerheid, dan weet je al per definitie dat het niet de goede keuze is. Dus dat eigenlijk niet een keuze is die afgeleend is en afgestemd is op je overvloedige zelf, op je hogere zelf, op, in afstemming met je ziel. En dus dat willen we zeker niet gaan bereiken. Oké. Ik hoorde nog kaarten, dus ik had een vraag aan welke. Zijn terug naar eenheid en liefde. Dat zijn kaarten die ik zelf gechanneld heb en gemaakt heb. En die zijn echt als bedoeld om als een tool voor jouw bewustwording. Dus die echt, wanneer je vastzit of niet echt goed mee weet waar je mag focussen of wat advies via jouw gidsen, dan kan je die kaarten gebruiken. Ze scheuren heel gemakkelijk en ze floepen er van tijd echt helemaal uit. Dus welke boodschap kunnen we nog extra meegeven aan de mensen die naar deze video kijken? Oké, genoeg hoor ik. Wat hebben we? Kijk niet naar tijdelijke omstandigheden voor lange termijn keuzes. Zet geen filter op je leven, maar leef het leven te volle. Dat is hetgeen dat we daarnet ook gezegd hebben. Zet geen filter op en settle niet voor de dingen die je hebt vanuit het idee van ja, maar ik mag toch niet klagen, want ik heb dit of dat niet. Want dan steek je eigenlijk in op iets minder waar je, dan dat je eigenlijk recht op hebt. Kies eerst jezelf, eer wie je bent en geef jezelf liefde. Dus eigenlijk ook weer opnieuw dezelfde boodschap die we daarnet gezegd hebben. Zet jezelf altijd eerst op de eerste plaats. Kies eerst voor jezelf en dan ga je zien wat dat je volgende stap is. Het is jouw keuze hoe je kijkt naar de wereld. Kijk vanuit liefde en het universum zal je alle liefde van het universum tonen. Dat is ook zo. Hetgeen dat ik daarnet gezegd heb. Het is aan jou om de keuze te maken en dan gaat het universum alles uitlijnen die voor jou bedoeld is. Liefde is de sleutel tot je succes. Ontgrendel je hart om te ontvangen. En opnieuw weer hier met die gratitude, dankbaarheid, geloven. Geloven dat je het waard bent. Geloven dat het universum die dingen gaat brengen waar dat je recht op hebt. Waar dat je eigenlijk voor geboren bent. Maar de reden was nog niet in je leven is. Als je nog niet de perfecte partner hebt. Of niet de perfecte relatie hebt die goed is voor jou. Die jou sterker maakt. Die jou vervult. Die jou krachtig maakt. Die jou die diepe vervulling, die onvoorwaardelijke liefde laat voelen. Weet dan dat het misschien tijd is om de relatie los te laten. En in die nieuwe versie van jezelf te gaan stappen, die open is om nog veel meer van het universum te ontvangen. En tegelijkertijd ook ondersteund te worden door het universum. Zo, dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie er heel wat inzichten in hebben mogen uithalen. Dat het jou heeft verder geholpen op je pad op dit moment. Ik ga nog een aparte video maken rond loslaten of niet. Is rond scheiden of niet. Ik ga die ook zo dadelijk. Of ik ga die zorgen dat die online, samen online komt met deze. Zodanig dat je naar beneden kan kijken als je ertoe geleid wordt. Of als je met dat issue nu aan het worstelen bent. Zo, dat was voor nu. Als je een persoonlijke reading wilt, dan kan je die reserveren via de linkjes onderaan de video. En als je één op één begeleid te worden, weet dan dat je dat natuurlijk ook via de linkjes hieronder aan de video kan reserveren. Mijn agenda zit redelijk vol, maar ik hou wel wat ruimte om nieuwe mensen op te starten. Dus zeker in juli, vanaf juli kan ik zeker weer mensen opstarten. Dus als je daar interesse in hebt, is het beter om nu al contact met mij op te nemen, zodanig dat je dan zeker bent van je plaatje, dat het niet aan je neus voorbij gaat, als het ware. Zo, dat was het voor nu en ik wens je alvast een heel, heel, heel fijn weekend. Dag!